Welkom bij Saranan Antori. Vandaag willen we het hebben over polarisatie. En we hebben dus iemand gezocht die het vaker daarover heeft gehad. Vandaar dat we dus vandaag een gesprek voeren met de heer Paul Middelein. Welkom meneer Middelein. Ja, meneer Middelein, uh, om te beginnen, Suriname is een uniek land met verschillende bevolkingsgroepen. Bevalkingsgroep, uh, we hebben ook diverse gerechten. Wat zegt dat aan u? Is lekker, als je zegt diverse gerechten, zeg ik eerst lekker, we zijn een divers land, dat we zeggen, een heleboel mensen zijn bij elkaar en ja, we leven met elkaar eigenlijk. Dat is goed, goed voor het toerisme, goed voor het land. Aan de andere kant we moeten we goed uitkijken wat we doen, want een multiculturele samenleving heeft ook een aantal multiculturele problemen. En die problemen moeten we noemen uitdagingen. En als je ze uitdagingen noemt, dan betekent dat we naar oplossingen toe kunnen gaan. Meneer Middelijn, wat houdt polarisatie in het kort in? Polarisatie is een slecht ding. Als je zegt polarisatie, dan is het negatief. Omdat mensen eh, groepen uit de samenleving, bevolkingsgroepen, aan één kant duwen en ze eh, laten focussen op het slechtste wat we hebben. En, dat is in, in schril contrast met bijvoorbeeld uh, een, een synagoge die naast een moskee is aan de, aan de Keizerstraat. Omdat je, wij hebben meer gemeen dan we verschillen. Maar mensen laten je kijken naar die verschillen en dan krijg je een kwestie van wij en zij. Zij hebben het gedaan. En dat is meestal wanneer het in een, uh, in een land economisch een beetje slechter gaat. Dan heb je meestal iemand die het heeft gedaan. En er zijn uh, politici die daar gretig gebruik van maken om mensen uh, tegen elkaar op te zetten. En dat, is, uh, dat zie ik als, als polarisatie. Is geen goed ding. Want polarisatie kan leiden tot ja, die erge vorm, uh, die, uh, ja, racisme. Weet je? Dat, daar kan het toe leiden als je blijft zeggen van, kijk, wat ze doen. Dat is, dat is niet goed, maar eh, omdat jij daar voordeel aan hebt. Het gaat allemaal om belangen. Het is een belangenstrijd die gevoerd wordt op het moment dat mensen elkaar tegenover elkaar plaatsen en ja, dat ding willen uitspelen op die manier. Terwijl eigenlijk, wanneer je zegt een harmonische samenleving, dan zouden we toch echt lekker harmonisch met elkaar moeten leven. U had het zo net over het generaliseren, dat er soms negatief wordt gegeneraliseerd. Bent u het mee eens? Wat is uw mening daaromtrent? Natuurlijk niet. Ik ben, een, ik ben een wereldburger. Ik heb overal in de wereld een beetje gestaan. Ik heb heel veel gezien en ik ken heel goed het verschil tussen goed en kwaad. Het ding is niet een beetje minder kwaad, het ding is gewoon kwaad. En het is niet een beetje minder goed, het is gewoon goed. En kwaad. Die dingen staan tegenover elkaar. En wanneer we kiezen voor het goede, dan betekent het dat we allemaal samen ons best doen om het pad te bewandelen van ontwikkeling en vooruitgang. Het pad dat ons eigenlijk brengt naar een soort uh, algemene harmonie. Dus het kan nooit zijn, zo zijn dat ik voorstaander zou kunnen zijn van een negatieve generalisatie. Onmogelijk. Het brengt ons alleen maar ellende. Meneer Menelij, welke kwaliteiten bezit een mens, of nou ja, het volk, dat het land vooruit wil laten gaan? Uh, het is een, ja, elke, elke, elke samenleving, heb je niet zo, is het niet zo dat 100% van de mensen 100% vooruit gaan, vooruit gaan. Je hebt altijd mensen die achterblijven. In Suriname is, een, is het heel lastig, omdat je... Er is, een, er is een cultuurverschil. We hebben mensen in Suriname met een zwakkere cultuur en mensen met een sterke cultuur. Mensen met een sterke cultuur hebben ook een behoorlijke culturele binding met elkaar. En die cultuur zorgt ervoor dat je al vanaf uh, kind aan het lijntje, dus binnen je cultuur, uh, werkt en leeft en opgroeit. En gestimuleerd wordt om naar school te gaan en om uh, zuinig te zijn en te werken en zo. Terwijl die andere cultuur, die, dat, die doet dat minder. En dan zie je het verschil tussen die twee culturen, is de ene die minder is, die, daarmee zal het met die mensen slechter gaan. En, en ja, dat is nou eenmaal zo. Ik noem het zelf dat de ene heeft een oude cultuur en de ander heeft een copy-paste cultuur. Een copy-paste cultuur wil zeggen dat je uh, dingen ziet in de wereld, ze neemt, ze volgt. En dat is het, maar dat is echt verdampt slecht voor je eigen ontwikkeling. En we moeten dat zien, we moeten dat kunnen zien. Het begint bij de, uh, het uh, kritisch kijken naar jezelf. Als je kritisch kijkt naar jezelf, dan moet je de fouten zien die je maakt als persoon, als gezin, als gemeenschap. En als etniciteit. En op het moment dat je dat ziet, dan moet je ook in staat zijn om te corrigeren. Want de hele wereld, die kan je veranderen, maar het begint bij jezelf. Dus als je je naam wil veranderen, moet je beginnen bij jezelf. Je moet beginnen te erkennen dat je zwakheden hebt binnen je cultuur en die willen corrigeren. Kost wat kost. Corrigeren. Want als je ze niet corrigeert, zal je altijd aan de achterkant blijven lopen in die hele gemeenschap. Het zijn. Uh, we zien heel veel lastige zaken ontstaan in Suriname. En um, dat maakt het, ik denk, voor, voor beleidsmakers en voor uh, regeerders ook heel moeilijk. Omdat ook zij moeten erkennen wat het probleem is. En je moet je niet ervoor omkeren. Je moet niet weglopen. Je moet het probleem zien en correcties maken. En die correcties, ik denk dat we moeten beginnen... Bij de uh, wat wij noemen preschoolse uh, opvang, hè? de uh, early childhood development, dus de preschoolse ontwikkeling van de kleine kinderen. Daar begint namelijk uh, het ethische denken. Uh, normen en waarden worden daar doorgegeven. Dat betekent dat je in het onderwijs op een totaal andere manier aan de slag moet gaan. Want ook de ouders hebben onderwijs nodig. Meneer Mineley, welke kwaliteiten bezit een mens, of nou ja, het volk, dat het land vooruit wil laten gaan? Ik denk dat we, als we praten over vooruitgang en ontwikkeling van een land, dat al die mensen samen dat moeten doen. En je zal per persoon moeten beschikken over een uh, kwaliteit. Een goed stel hersens, laten we zeggen, uh, je cognitieve vermogens, dus je vermogen om te denken en te doen, moeten uh, ontwikkeld zijn. Maar bovenal moet een mens een stukje integriteit hebben. Het integriteit, daarmee bedoelen we je dat je, je hoeft niet feilloos en perfect te zijn, dat bestaat niet, maar altijd het streven om het goede te doen. En het goede doen voor anderen ook. En uh, ik bedoel voor jezelf, voor de straat, voor de buurt, voor de wijk, voor de stad, voor het hele land. Integriteit is een van de dingen die wij missen bijvoorbeeld in de politiek. Omdat je denk ik pas van vooruitgang kan spreken wanneer je integer bent, deskundig bent en professioneel bent in datgene wat je doet. Nou, gewone mensen zoals u en ik, kinderen die hier lopen, die gaan naar school en die... Uh, worden ontwikkeld. Die leren gewoon de basisprincipes van wat je moet doen in die maatschappij, wat er van je gevraagd wordt. Je begint op school, op de uh, preschoolse opvang, wat ik daarnet zei, hè, early childhood development, daar begint jouw ontwikkeling mee. En als dat op een goede manier verloopt, dan word jij, een, als het goed is, een succesvol mens. Want het leven is geen convectie. Je wordt niet geboren en dan wordt het uit de lade getrokken, zo van jij bent een dubbeltje en je zal je leven lang een dubbeltje blijven. Dat is niet waar. Iedereen wordt geboren met mogelijkheden, tenzij je uh, ziek bent of, of zo, maar iedereen wordt geboren met mogelijkheden. Die mogelijkheden moet je ontwikkelen, en uh, dat, dat begint in het eerste milieu, is thuis, het tweede milieu, is de school, en het derde milieu, is de hele omgeving. Nou, Als thuis een probleem is, neem je dat mee naar school. Als school dat probleem niet kan oplossen, word je dropout. Dan zeggen we, er zijn, uh, hoeveel mensen van ons? Gigantisch veel jongeren zitten als dropouts op straat en kunnen niks doen. En belanden later in Santo Boma of zo. Maar al die mensen die zijn wel geboren als een onschuldige baby en mama was blij met ze. Dus er is iets gebeurd tussen het moment waarop ze geboren zijn. En het moment waarop ze aangekomen zijn op een plek waar ze niet graag willen zijn. Want geen enkele gevangene wil, wil gevangenis zijn. Ze zullen allemaal vrij zijn. En dan is het eigenlijk niet alleen de schuld van die mensen dat ze daar komen. Maar het zijn, zij zijn dan de slachtoffers van de samenleving die niet gefunctioneerd heeft. Of die slecht gefunctioneerd heeft. En dat, dat is een, een veel groter probleem. Als we praten over wat moet je, hoe, hoe moet je doen en wat moet je zijn om... Uh, een beter mens te zijn in de wereld, is dus ja gewoon respect hebben voor normen en waarden, of omgekeerd als je wil, waarden en normen in die samenleving. Dat wil zeggen dat je respect moet hebben voor het ethische. U had het eerder over uh, polarisatie, dat dat soms in de politiek wordt gebruikt. Uh, merkt u dat ook in Suriname? Ja. Yeah. Ja, het is een. Uh, zo gauw je mensen hoort zeggen. Uh, wij en zij, dan heb je al eigenlijk gepolariseerd. Want wij en zij betekent eigenlijk. wij allemaal samen. Maar op het moment dat je ze apart gaat zetten. dan zeg je van, zij zijn het, zij hebben het gedaan. dan betekent dat er een aantal vingers wezen naar jezelf. Maar jij wijst wel anderen aan die het hebben gedaan. Het betekent dat je niet kijkt naar jezelf. En wanneer wij samen in de spiegel kijken, dan zien we wie we zijn. En dan ga je het nalaten om iemand anders aan te wijzen voor het, jouw falen. Dat is een probleem toch? Je geeft iemand anders de schuld van iets wat je zelf had moeten doen. En wat je zelf moet doen is zorgen dat jij die integriteit bewaart. Dat je, dat je uh, werkt of studeert, of in elk geval ervoor zorgt dat je een bijdrage kan leveren in de samenleving. En dan heb je geen tijd om te zeggen: van kijk, zij hebben gedaan. Want zij zijn niet afhankelijk, wie het ook is. Zij zijn niet afhankelijk van wat jij bent. Het is nog steeds zo. Wat we zullen zijn, is wat we van onszelf hebben gemaakt. En als we dat beseffen en kijken wat we van onszelf hebben gemaakt. Ja, als je daarmee tevreden bent, dan moet je niet klagen. Maar als je daar niet tevreden mee bent, dan moet je er iets aan doen. Want het kan altijd. Dus je bent nooit te oud. Het kan altijd. Nogmaals, het leven is geen confectie. Jij kan maken van jezelf wat je wil. Dat is het. Ik hoop dat jullie inspiratie hieruit halen om verder te denken over de ontwikkeling van ons land. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u ons gerust een WhatsApp berichtje sturen op het nummer 8485 816. Volg ons op Facebook, YouTube en TikTok en dan zie ik u de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Stranantori. Stranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.